Laten we gaan naar Jozua 24, vers 15. Omdat ik die tekst eerst hoorde in mijn geest toen de Heer tot mij sprak vanmorgen. Zeg tegen iemand. Je moet een keuze maken. En ik hoor het thema van de prediking. Mi musu miki wan keuze. Ik zal een keuze moeten maken. De grote Jozua, de opvolger van Mozes, kwam op een gegeven moment op een plaats waar hij het volk bij elkaar riep en zei tegen het volk een aantal dingen. Maar vanaf 24, 15 zegt hij tegen het volk, maar indien het kwaad is in uw ogen de Heere te dienen, kies dan heden wie gij dienen zult. Of de goden die uw vaderen aan de overzijde der rivier gediend hebben, of de goden der Amorieten in wier land gij woont. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Ik en mijn huis, we zullen de Heere dienen. Wanneer we lezen zo'n tekst, moet u begrijpen, broers en zusters, dat Jozua een jonge man is die opgevoed is in de vrezen des Heeren en zij aan zij met Mozes heeft gestreden in Gods huis. En u moet begrijpen, lieve mensen, dat hij ook wist dat de Israëlieten heel wat afgoden hebben gediend. Ondanks de Israëlieten godsvolk was of is, dienden ze afgoderijen. We zouden het nu kunnen vertalen dat ondanks mensen in de kerk zijn, hebben ze die keuze nog niet gemaakt dat God alleen hun God is. Dus voordat ze in het beloofde land zouden gaan, zegt Jozua tegen hun, indien het kwaad is in u ook om de Heere te dienen, moet u een keuze maken. U kan gaan naar die afgoderij van jouw vader of van de volken rondom jou heen, vrij vertaald in deze tijd. Je kan kijken wat er in de wereld gebeurt. Je kan kiezen voor Reiki. Je kan kiezen voor loge, noem maar op. Al de dingen die men doet, ondoet men. Kies boven God. Ik wil een stapje verder. Je kan sport op de eerste plaats zetten in je leven. Je kan je werk op de eerste plaats zetten in je leven. Je kan je studie op de eerste plaats zetten. Je kan je carrière. Het zijn allemaal dingen die tussen jou en God kunnen staan. We leren van God dat wanneer hij niet de eerste plaats heeft in uw leven, de andere dingen afgoderijen zijn. Dat betekent, uw man kan ook uw afgoderij zijn. Uw kinderen kunnen. Want waarom? Als u meer luistert naar uw man dan wat God u probeert te zeggen, dan begrijpt u, lieve mensen, dat niet God uw God is, maar uw man God is. Als uw kinderen belangrijker zijn dan u, dan begrijpt u, lieve mensen, dat niet God uw God is, maar uw kinderen uw God zijn geworden. Als uw carrière of uw vrouw, de mannen, als uw vrouw, u luistert meer naar uw vrouw dan naar God. En u bent bereid dingen te doen met uw vrouw die tegen de geboden van God zijn. En waarbij uw vrouw eigenlijk uw hart heeft genomen. Dan zegt Jozua, het is een afgoderij. Maar hij zegt, ik en mijn huis zullen de Heere dienen. Als leider van het volk, zegt Jozua tegen al de Israëlieten, jullie kunnen doen wat jullie willen, maar ik en mijn huis,
We hebben reeds gekozen voor God. En het is geen kwestie meer dat wij een keuze moeten maken. Het enige wat speelt voor ons, dat wij nu proclameren. Ik en mijn huis zullen de Heere dienen. Mensen, we leven in de eindtijd waarbij we keuzes moeten maken. We leven in de eindtijd waarbij we vrienden gedag moeten zeggen. En als het moet, ook kinderen en man en vrouw gedag moeten zeggen. In de vorm van, ik ga God dienen. Jullie mogen doen wat jullie doen, maar ik ga God dienen. Jullie mogen keuzes maken wat jullie willen, maar ik zal God dienen. Me moest make you a keuze today. Ik moet die keuze maken. U die kijkt en luistert naar dit programma. Is tijd dat u nu kiest voor God. Is tijd dat u alle andere dingen aan de kant zet. Jezus zegt, kom allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Want mijn juk is licht. Niet alleen Joshua heeft deze keuze moeten maken. In Deuteronomie 30. Vers 19 tot 20. Dus Joshua heeft geleerd van zijn pastor, zijn apostel, zijn leider, Mozes. Dat soms moet je gewoon die confrontatie aangaan. En zeggen tegen de mensen die je leidt dat jullie kunnen doen wat jullie willen. Maar ik en mijn volk zullen de Heere dienen. Dus hij zegt. In Deuteronomie 30, vers 19 tot 20, Mozes, tegen het volk, hij eist dat ze ook keuzes moeten maken. Hij zegt, ik neem de heden, de hemel en de aarde tegen u tot getuigen. Het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht, door de Heere uw God lief te hebben, naar zijn stem te luisteren en hem aan te hangen, want dat is uw leven en waarborg voor een langdurig wonen in het land waarvan de Heere uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft, dat hij hen hun zal geven. Dus God, en ik heb het gisteren gezegd in een vergadering met de leiders, stelt wel de eis dat u moet kiezen. Hij wil dat je moet kiezen voor hem. Maar hij heeft u toch die vrije keuze gegeven om te kiezen. Omdat God geen robots wil hebben in zijn huis. Misschien hebt u het niet goed gelezen. Maar laat me het nog een keer lezen, diezelfde tekst. Er is een gedeelte waar de Bijbel zegt dat u God moet aanhangen. Laten we het nog een keer lezen, dezelfde tekst. Ik neem, Deuteronomie 30, 19, 20. Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen. Het leven en de dood. Leven en de dood, dat zijn twee tegenstellingen. Stel ik u voor, zegen en de vloek. Hij zegt, kies dan het leven, opdat gij leeft. Gij en uw nageslacht door de Heere uw God lief te hebben. Dat is het eerste. U moet God lief hebben. Hij zegt, naar zijn stem moet je luisteren. Tweede is, je moet hem gehoorzaam. En hem aan te hangen. Aan te hangen, want dan is uw leven een waarborg voor een langdurig en gelukkig leven. Vrij vertaald. Veel mensen begrijpen niet wat het betekent om God aan te hangen. Maar ik ga het u even makkelijk uitleggen. Wanneer Adam Eva ziet, zegt hij, dit is nu vlees van mijn gebeenten. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen één zijn. Ik heb twee getrouwde koppels daar. Kunnen jullie elkaar even demonstratief aanhangen? Op een snap hoe ik dit spasje. Ja toch? Plak!
Sandro sa na chenche san. Plak! Ok, dat na to. Plak bos yala sani. Ya, heng na problema nga de san. Datama, grap oor direct. Ja toch? Je vrouw, je zou je vrouw aanhangen. Willen jullie nog even sportief zijn? Oké. Okay. I want de wakagwa tracé aanhangen. No, dat aan aanhangen. Ja. Ja toch, je petasma. Je gaat tracé, waka no. Alla pret, pet aanhangen. Wakagwa dat zei. En waka. Ja toch, je ziet toch, pet de pet. Kono, hoor af vrouw boom. Hori fast sayu abi beki moro brit dat natori peta bro we volg des mata pet en man is lobe lu swin pet ahanga amen maar mogen ze een applaus geven dat natori look on wij zijn Surinamers toch maar mi lo fa. Hun die staan is met de loop den zere faden de. De je zie alle pres peide. Je zie vooral de oorwaan. De oorwaan minnes af faden. Maar de wans aan mij aan mij ai. Ja toch? De beta hoor. A meisje zo. Na alle pres peide go. Je zie altijd hand in hand. Ja toch? Aanhangen. Ja? Je zie de mat op a brom. A vrouw kan zo normaal. Hè? Aanhangen. Ja? Er zijn de Aziaten. Ik zie de Japanen dat ook doen. Ja toch? De lobba pet. Ja toch? Dat is aanhangen. Je pet. Ja? Broeder, pet af op die zo kom je. Ja toch? Dat natori. Ja toch? Dat natori. Kunt u begrijpen wat God van ons wil? Laten we eerlijk zijn. Hoeveel van ons hangen we pet gado heer deel, laat me het zo makkelijk doen. You see, we durven niet om onze hand op te steken. Omdat dat de waarheid is. Ja, jij doet dat wel, no? Gloria, veel, no? Maar ik kan begrijpen, nou man, dus jij hebt je. Sasha, jij ook, no? Maar begrijp hoe helemaal. Ja toch, wat heeft je nou man, dat is maar je pet, dat gado in pet, toch. Zo was ik ook die, nou man, als je zo gado in pet. En daarom zeg ik, dat ding heeft een asana wansani. Want je kan zoveel van die vrouw gaan houden en die man, dat soms je vergeet dat naar God in pet. Amen. Dus God heeft er behagen in. Wanneer we vaak bij hem gaan. Weet je, één ding dat mij heeft bezig gehouden altijd, en ik heb het ook even uitgelegd, dacht ik, in die vergadering. Weet u, of wat het was in een prediking, dat God zoveel van mensen houdt, dat toen Adam gezondigd heeft, dat God gewoon normaal weer is gekomen bij Adam om te wandelen. Maar Adam go kibri. De Bijbel zegt dat Adam, misschien kan iemand die tekst voor me zoeken daar, bij de eerste zonde. Zoek het even voor me, want ik had dat niet mee. Ik denk in Genesis 2 moet het zijn. En de Bijbel zegt, en de Heere kwam zoals hij altijd deed om met Adam te wandelen. Maar Adam verborg zich. Ik citeer. Welke tekst is dat? 3:9. Zoek het voor me. Zet het daar, zodat de mensen die thuis zijn ook gaan begrijpen wat er gebeurt. Wat de zonde met ons gedaan heeft. En de Heere God riep de mens. Nee, je bent te ver, broeder. 8. Preek aan mij. 8. Toen zei het geluid van de Heere God hoorde in het hof wandelende af, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heere God tussen het geboomte in de hof. En de Heere God riep de mens tot zich en zeide: waar zijt gij? Je ziet, God hield ervan om te wandelen tussen mensen. Daarom noemt hij zichzelf ook Emmanuel. God te midden van de mensen. God met ons. Dat is ook een van de namen van Jezus. Emmanuel. God met ons. God wil graag in ons huis wandelen. God wil graag aan het werk met ons zijn. Graag in onze auto zijn. Maar God houdt niet van onheilige zaken. God houdt van heiligheid. God houdt ervan dat hij nummer 1 moet zijn. En je ziet, Adam en Eva hadden van de boom
der kennis van goed en kwaad gegeten. Ja toch? En God kwam weer in de garden om te wandelen met Adam. Want God hield ervan om met Adam te... God heeft de mens gemaakt, hè? En vaders en ook moeders. Weet u waarom u zo geniet van uw kinderen? Wie weet waarom je zo geniet van je kinderen? Wie sabt je doet eigenlijk je geniet? Are you making? Suma mekuno. Wij lopen weg van God. Maar God, ik kom steeds om ons op te zoeken. Wie is hier en je weet dat je een paar keer een paar dingen hebt gedaan. En eigenlijk, ik dacht, mino ka church morgen of moet ik heb je rustig. Ja toch? En je wordt smakker worden en dan hoor je een lied. Ik wandel in het licht met Jezus. Ja toch, sana san, dit gaat niet op de san san doen is dit. Ja toch, zus? Je weet dat iemand aan bambikin aan bambam gisteren. Begrijp je? En die dan zonde en is op dat boy. Mina kan motam mi bam. Is dat toch? En misschien ben je stap jezelf verder gegaan. Ik pet toen zie schrijven. Ja toch? En dan word je wakker. En dan hoor je een lied in je hart. En je zegt, Heere, maar wat is dit? U weet wat ik gisteren gedaan heb, toch? Maar dan overtuig die stem, ik wil je graag in mijn huis zien. Dan kan die konden, ik zeg, don't tabak als iedereen heeft minuutje. Maar geloof me, ik heb je gezien vanaf je binnenkwam. Amen. En God wil hebben, lieve mensen, dat we hem aanhangen. Hem lief hebben. Ik weet zeker als ik zal vragen wie houdt van God. Alles maar op de anu. Maar laat me toch proberen. Wie houdt van God? Misschien voor mij aan. Maar hoor, maar doe altijd wat God zegt. Zak je aanbaren. Maar is God zijn liefde gestopt? Absoluut niet. Maar wat gebeurde er? Adam maakt een fout. Wat doet hij? Hij verborg zich voor God. Hoeveel van ons verbergen ons niet van God? Ik hou piano. Als je een beggie in een lees je Bijbel, dan kibri je gado. Als je niet naar de kerk komt, dan kibri je gado. Ja, maar ik volg de dienst thuis. Leugenaar in een kerkie. Omdat if ik een keer kies op dat apostel, PPD. Of was zuster, dat zuster, ik heb je lang niet gezien. Dan je hart ziet dat ik niet aan kom. Maar je moet juist komen, omdat u denkt dat u alleen in de strijd bent. Maar we zijn allemaal in hetzelfde. Mag ik een amen horen? Oké, want misschien want toesman de zo hey, zo santa, zo hey. Zo hey, zo santa, zo hey. Kom stella vrouw, want de zo hey, zo santa, op de anno. Wie heeft nooit strijd? Nooit strijd. O, de bekeer no. Wie heeft altijd strijd? Wie wil soms zelf zondigen? Mie wa op mi anno. Want zuster, look me zo heilig. Geloof me, zolang je leeft, is er een strijd in jou die jou soms wil dwingen om dingen te doen. Maar jij maakt de keuze en zegt, nee, ik ga God dienen. Maar niet dat die strijd er niet is. Heb ik mensen in de zaal? Ik kan er mee. Hoe vaak heb je geen keuze gemaakt, zeg Heer, ik ga het niet doen. Die alleenstaande zusters. Ja toch? De Arnold Biggie Borsu stop hij zei. Of mooi boy Elvis stop die duur. Ja toch? Of Sammy Ren, look is zo mooi. Sister. Die keuzes zijn daar. Maar je maakt die keuzes ter wille van God. Maar er is een diepere keuze. Want sommige mensen hoereren niet, zondigen niet.
leven, maar hun hart is ver van God, omdat ze misschien gefocust zijn op carrière, gefocust zijn op andere dingen. Dan ben je toch, eigenlijk kan je zeggen, ver van God. Wie wil close bij de Heer zijn? Zomaar want dat die wiki je vier dat gado dangai. Ja toch? Ja, ja. Wij allemaal dat. Maar je weet, deze God is een moeilijke God soms hoor. Hij zei, ik ben dicht bij jou. Maar toch, mijn loopt apostel van mijn boeëtius prikkie verleden. Amantak, hij die vernacht in de secret place of the Most High. En hij heeft toegezegd, God heeft een plaats waar hij schuilt. Ja toch? Daarom zegt hij, en ieder die mij zoekt, die zal mij vinden. God is er, maar zo'n lazy gado, dan voel je alsof God ver is. Ja, echt waar. Wie heeft dat soort momenten meegemaakt? Dat, Jezus heeft het zelf meegemaakt. Jezus zegt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Amen. Maar wanneer we die keuze maken vandaag, vanmiddag, om God te dienen met ons hele hart. Weet u wat er gaat gebeuren? En sommigen van u hebben die ervaring, de ouderen misschien onder ons, of de mensen die lang. Dan ga je merken dat die keuze je dwingt om dingen anders te doen. Die keuze gaat jou dwingen wanneer de Heilige Geest zegt, ga bidden om uit je bed te komen. Die keuze gaat je dwingen wanneer je voor je gezin moet zorgen om te gaan werken als je man bent. En soms ook vrouw. Die keuze gaat je dwingen als je je moet voorbereiden of meer van God te wil weten om zijn woord te lezen en niet gewoon te lezen, maar om te studeren. Die keuze gaat je dwingen als je leeft met een partner en je bent nog niet getrouwd. Die keuze om die je moet maken gaat je dwingen om te trouwen. Kan je hier een nemen? Die keuze gaat je ook dwingen om dingen te verwerpen om God. Een keuze is het resultaat waarbij het denken aan het werk is geweest en waarbij verschillende keuzemogelijkheden zijn afgewogen en daarna zijn verworpen. Wat wil ik daarmee zeggen? Wanneer je weet dat als je een bepaalde keuze maakt en die keuze jouw relatie met God in gevaar gaat brengen, dan kies je voor God. Mag ik amen hoor? Dan kies je ervoor om niet daar te zijn. Laten we zeggen, de bigisma of de familie view die in hun eigen dingen geloven, zeggen, hey, tidewang. Ja, wat winterspelen of hoe men dat noemt. Ja toch, en jij gelooft in God. En wie is dan op de winterspelen? Ja toch, imiteer de mantak de bonanza. Ja toch, ja toch. Dus is dat de biggest man bij aan gedekt. Nu is dat denk vrij geworden. Maar vroeger tegen de man bij president, maar ik dacht, ook een bonanza. Ja toch, de ouderen weten wat ik bedoel. Ja toch. Maar nu is alles gelegaliseerd. Dus bijna als je praat over winterspelen, voelen mensen zich beledigd. Maar als u weet dat die goden, laat me het zo netjes uitdrukken, andere goden zijn dan de God die je dient, dan moet je die keuze maken. Als je zegt dat de mogen dansen zijn en je weet dat de Bijbel daar tegen is, dan kan je de mensen, je kan ze respecteren, laat me dat woord gebruiken, maar ik en mijn huis zullen de Heere dienen. Of een man want dien in Apuku of in Fodu of in zo, zijn andere goden, mogen. Maar ik en mijn huis zullen de Heere dienen. Welke Heere? De Heere die de hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten dat mijn voet wankel. Zie de bewaarde van Israël. In deze eindtijd waarin wij leven, zie ik zoveel dingen gebeuren, lieve mensen.
En doordat ik bepaalde dingen nu aan de kant heb gezet, dan af en toe, dat is dan ook zo. Want in het doet bepaalde samoro, voor zich beboren gewoon prezen, we lukken ze aan dit op het veld, zijn kan slachten, begrijp je? Maar nou is dat Jezus. Dus in de man, de slager boro. Ja, wie heeft dit gehad, uw oren heeft die oren. Ik praat in geheimenissen tot u. Maar zij die daar geweest zijn, verstaan die geheimenissen van de wereld. Maar nu wat ik over de geheimenissen van God. De geheimenis Christus. Dat af en toe dan, die daar is het al, mijn favoriet ding waarna ik kijk, is basket. Ik kan ook gewoon voetbal, wat lazy. Maar dat verleden, dat is dan, is dat bij de solees, is dan gewoon, dat dan kom, look, wat de maat op tv. Dan let dat tv, dat we een film bij draai, de man schreef dan een nieuw, The Killer. Zo maar zo'n film. The Killer is zo'n leuke film. Dus ik me eens, dan boren leuke film toe. Maar ik heb er naar gekeken. En terwijl ik keek naar die film, dan dacht ik, boy, volgens mij ben ik nog een leuke tv morgen. En mijn keer is maar gewoon. En in Akiri, dan heb je iemand die praat. Dan man dat wanneer je dood, moet je gevoelens niet in de weg laten komen. Naar Chirim Chiri. En weet u dat zo'n film rechtstreeks overtreding is van, dacht ik, een van de geboden van de Heere. Gij zult niet doden. En ook al is het een film, maar eigenlijk Hollywood zet ons aan. Zeker die film. Want dat de man op een dialoog peëren, de man taki. Van hem stel je schrift af tegen keer een man. In een mik empathie de drape. Hem de gewoon, je gof een target, klaar man. En ze zeggen het in die film. In hem go look a film, maar meteen je brief me. Mi look a film, mi no look a film te einde, mi kira film. Nee, me yoko. Die denk aan film, ook gemorgen dat film eindig. Plots luidt het niet. Man, kier want toe, man. Dat ben dat film. Ik dacht, zijn dat zijn niet. Gewoon, dat is door leren hoe je afkier is, man. Begrijp je? Mensen, er is een gebod van God. Gij zult niet doden. Er is ook een gebod van God, die een voerman, een corrupteling. Op de kantoor, dan in een bedrijf. Gij zult niet stelen. Begrijp je? Dus als je christen bent en de mij voert op een ministerie, wat actor nou? En jij doet mee, ben je ook een dief. Of jij tekent die stukken, ben je ook een dief. Je bent een passieve dief. Ik vind wat hier een mooi juridische term. Passieve dief, maar je blijft dief. Wij zijn anders. De Bijbel zegt, gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Gij zijt door hem onderwezen. Dus je gaat die keuze ook daar moeten maken. Mensen, het weten, het is ontzettend moeilijk. Maar we gaan keuzes moeten maken in de eindtijd. Ik zit in de politiek. En Miguel Presa Albina, dan de man dat kerk in mijn ogen een kans. Dan dacht ik, mooi Tori. Ja, ik trui Juno, ja, vraag Juno. Ik dacht, hij mag een vraag, een lange vraag. Maar die moet ik weer. De archief van de machine, en ik wil dat niet hebben. De man dat, de ones aan de noem, de man dat heeft vervoer reed. Nou, maar ik citeer. En man dat, pastor kan voer op Jezus, maar nog voer zo voer. Ik dacht, wat is dat? Dus binnen mijn drapen, dus aan mij die want tramatori, dat man dat snap drapen, ik geloof ik aan mij dat ik me geen valk, jong. Dat is wat mijn issue nu. Hier een pastor is nog voer, hoor. En nog voer op Jezus, en een briefje is aan dat hij. God zegt, jij zult niet stelen. Dus mij nog voer. Dat is deel. Keuzes maken. Dan geef je aan dat jij
eigenlijk zegt tegen de mensen, dit zijn mijn normen en mijn waarden. Dit is mijn standaard. Zo zal ik mij gedragen. Want wanneer je keuze hebt gemaakt, dan ga je merken dat die keuze jouw gedrag zal beïnvloeden. Kan ik een amen horen? In de katheim, je naar christen, die horen ons mamang. Zo'n christen naar jou. Bedit dat gewoon dat je gaat zeggen, maar dat je christen. Want de Bijbel van de christen zegt, ieder die hoereert, gaat het koninkrijk van God niet binnen. Hell je go. Was maar bar, au. En was maar bar, die was maar dan mijn lusa man. Bedankt in bar, die was maar mijn, dat ik je bar. Kom, dat ik aan het trafas, dat ik mijn lusa man. Mensen, je kan niet in de kerk komen dat je horen was mama. Samsa zat dat hier. Of je horen was mijn vrouw. Die zijn alami bana bong, alami bana. Dit is niet Jezus door we taki. Jezus is. Sadro je la voeda, is dat wat ja, toch. Zo lees je, dit is niet koini, en die man met poddina preekie met die verstaan. Wereld is wereld. Gods koninkrijk is Gods koninkrijk. Er zijn een paar teksten in de Bijbel. Je leest de tekst. Paulus zegt bijvoorbeeld in Galaten dat je moet niet de werken van het vlees doen. En hij noemt een aantal werken van het vlees. En hij zegt tegen die mensen, je moet die dingen nalaten. Wat sommigen van u zijn, hoereerders gezegd, knapen, schenders. Ja, wat een soort wreed woord aan mijn kari. Wat hij daarmee wil zeggen, maar nu ben je anders. Mensen, als wij dezelfde dingen doen die de mensen in de wereld doen, hoe gaat men het verschil tussen ons en hun kunnen zien? Nagwas matak idrai libi. Soms is moeilijk met mijn keuze. Come on, look what trust what you have. Je bent bekeerd. Of doe het dan, ben je werkelijk bekeerd? Ja toch? Want zoals mij pleit bekeren, je bent bekeerd. Dus je gaat moeten loslaten. Het is niet zo makkelijk hoor. Maar weet je hoe makkelijk het kan zijn? Als je nog blijft gaan naar de plaatsen, dan is het heel moeilijk. Maar als je gaat bemoeien met andere mensen, dan gaat God je helpen. Mag ik een amen horen? Als je keuze maakt, is het vaak dat je moet kiezen tussen het goede of kwade. En daarvoor heb je wijsheid en inzicht nodig. De Spreuken 18, vers 15 zegt, het hart, Spreuken 18, vers 15, van de verstandige die verwerft kennis. Het oor der wijze die zoekt kennis. Spreuken 14, 15 zegt, de ongelovige, Spreuken 14, 15, gelooft elk woord. Maar de schrandere, de wijze, zij die nadenken, geeft acht op zijn gang. De wijze vreest en wijkt af van het kwaad, maar de dwaas gaat zich te buiten en voelt zich toch veilig. Anoroko. Je moet keuzes maken. Je moet op de plaats komen om te weten dat als je die keuze niet maakt, dat je een probleem gaat hebben. Je moet die keuze maken, zodat je, als je die keuze gemaakt hebt, weet dat God daardoor blij is. God liefhebben. God aanhangen. God gehoorzamen. Het zijn drie geweldige dingen die je steeds moet overwegen wanneer je keuzes maakt. Als ik dit doe, kan ik daardoor demonstreren dat ik God lief heb. Als ik dit doe, gehoorzaam ik God of ben ik ongehoorzaam? Als ik dit doe, is het zo dat ik God aanhang of dat ik afvallig word?
zijn keuzes die je moet maken. En ik weet, we leven in de eindtijd. En geloof mij, u denkt dat we het moeilijk hebben. Je hebt nog niets gezien. U hebt nog niks gezien. Wat er gebeurt in bepaalde landen, heeft God ons tot nu toe daarvoor gespaard. Sommige mensen verkrachten kinderen en jonge meisjes en denken dat ze daardoor in de hemel zullen gaan. Anderen vermoorden anderen en denken dat ze daarmee God, hoe noemt men dat, tevreden stellen. Anderen gebruiken de naam van de Heer om oorlogen te winnen. Anderen gebruiken de naam van hun God om een heilige oorlog te verhinderen. Het werkt niet. Er zijn bepaalde geboden die God de mens steeds zal confronteren. Eén van ze is: gij zult niet doden. De andere is: gij zult niet stelen. En voor de man zei Lobe Waka: gij zult niet begeren uw naastens vrouw. Of naasten, tegenwoordig in tak bijna naastens man. Voorzien naar de man bij Lobazan, nu naar de vrouw kon Lobazan. Ja toch, maar wanneer we vroeger spraken over hoererij, dan weten we naar man is een goed vrouw. Maar tegenwoordig naar vrouw is goed man. Maar goed. Ja toch? Als je niet briebe, verwaarloos je man, jongens regie. Laat ze man nog een jammer in jammer. Want dan man je man precies, pas je studie, zodanig dat een jan doet wonderen en tekenen jammer. Ja toch, van de man kara soepo. Wat zijn Suriname toch? Een man je man queen, de man betaki. Of een man je man soepo zang. Eji lobby. Dus if I'm making a lobby, I want to replace you know kissing. Dus hoe kan je de juiste keuzes maken? 1. Door je te scholen. De Bijbel zegt: mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. Vragen te stellen. Je te laten informeren of scholen. Ja toch, hey, als ik die keuze maak of als ik dit zet in mijn huis. Laat me iets zeggen vandaag. De mensen die grote beelden zetten in hun huis. Een beeld aan een beetje beren. Of Boeddha de Karina. Wij dienen geen Boeddha. Laat dat voor de mensen die Boeddha willen dienen. Ja, je moet het onderscheid kunnen. Nou, maar het is leuk. Die man ziet er zo cozy uit. Je van jou, niet van mij. Begrijp je? Not do. Omdat het momentje dat soort dingen doet. Breng je in feite, wat doe je? Je brengt een geest in je huis. Ja toch, de man raakt op een man, omdat de man dat gaat ververen, maar kom hier gaat uit. We weten dat er goden zijn, en we weten dat er verschillende religieën zijn. En we weten dat mensen de vrije keuzes hebben om te dienen wie ze willen. Dat is Suriname. Maar ik praat tot de christenen. Wie dient u? Wie is de God die u dient? Wij dienen de Heere. De God van Israël. En wij geloven dat hij zijn zoon, Jezus Christus, heeft gezonden voor ons aan het kruis. En Jezus heeft gezegd, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat het ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven. Hij heeft ook gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus alle andere mensen die andere dingen willen dienen. Die weten dat ze tot een andere God roepen. Wij goed roepen tot de God. Dus, als jij zegt ik ben christen. Dan kan je ook gewoon naar een prins. Dan vind je je bij de potini of zo. Jij kunt niet twee goden dienen. Eerste gebod. Het allereerste gebod die God ooit gegeven heeft. Aan de mens. Behalve die van, Adam. Dat jij zult niet van het boom van kennis goed. Maar het alste dat hij op schrift heeft gezegd. Wie kan zich nog geven? Ik ben de Heere. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Exodus 20. Gij zult voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik de Heere ben een naijverige God. Die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen. Tot het derde aan het vierde geslacht. Maar aan hen die mij dienen, aan hun kinderen, doe ik barmhartigheid
tot in het duizendste geslacht. God wil altijd hebben dat je tussen hem moet kiezen en iemand anders. En hij wil hebben dat je voor hem kiest. Wanneer hij zei, hij zult geen andere goden hebben voor mij aangezicht. Want ik, de Heere, ben een naijverige God. Weet je wat het woord naijver? Met Jaruzu. Ik ben een jaloerse God. Kijk, het staat daar. Gij zult voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God. Die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen. Van de vader bezoek aan de kinderen. En het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Hij zegt, als je niet van me, als je mij niet haat, je me. Maar ik ga, en ik doe barmhartigheid doen aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Dit is het eerste gebod. Jezus, toen hij kwam, heeft hij het anders verteld. Hij zegt, er zijn twee geboden. De eerste is, gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart. Geheel uw kracht. Met geheel uw ziel. Met alles wat in jou is. En hij zegt, de tweede is gelijk aan de eerste. Gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Als u naaste lief hebt gelijk uzelf. Ino go furaman. Ino se traktakrusani jasma. Laat me een beetje praten daarover. De mensen die denken dat als ze positie willen hebben. Midden life talks, maar lobe Archimito. En ik hoop dat soms mijn Archimedes zei, doe de zandisi. If you want one positie, denk we aan, op je man, of een bodem man, of een man, of een vrouw. Jezelf kan vullen. Die tak hier en ik want een positie, die dat vrouw tak hier, dat zij hem doen, boor een jang, dat die door het apapresi, dat smasaba positie, nyan samen hangen. Of jeng a gedeelte van je, de kirasma van positie. God gaat jou veroordelen. Of is sin san jasma, omdat is one as my man of as my vrouw. God gaat u veroordelen. Mag ik een amen horen? Alles wat je doet, de Bijbel zegt, tot het derde en het vierde geslacht gaat God bezoeken. Waarom zijn keuzes zo belangrijk? Keuzes die je nu maakt, zullen gevolgen hebben voor jouw kinderen. En in de sap zijn we een geslacht, no? Kom, ik leg je uit die ding. Een geslacht voor deze tijd is 40 jaar. 40 jaar, dan ga ik je uitleggen wat het betekent. Adam, kom. Ja, in wat de preek in elkaar, maar Adam. Wie moeilijk allemaal. Kom, Naomi, waar is je zoon? Eva, kom. Oké, okay, snap je? Oké. Okay. Enkelijk, mijn gopje moro, tof. Zuster Johanna, kom. Mijn leg je uit naar het derde en vierde geslacht. U bent 80 geworden, toch? 85. 75. Oké, okay, mijn profiteer je op 85. Oké, okay. Dit is de tweede keer dat ik u 85 geef. Staat u hier. U bent 85 geworden. Wie is 60? Je bent 65. Kom. 64, kom. 63, kom. Wie is boven 80? Ik heb 81 jaar. Kom. Mosoruno. Sta naar een geslacht. Sta hier. De man dat naar 50-plussers, 40-plussers. Iemand van 50. Geef me een koppel van 50 ongeveer. Hoe oud zijn jullie? Hoe was 60 Iba? Jij wordt 5. Oké, 50. Ze zijn 50-jarigen. Hoe mijn jaren, Abibro? Wil je komen? Wie mag ik even op je aan mag ik komen? Mensen, goed, maar toch? Oké, 50. Dan ga ik je uitleggen wat een geslacht is. Oké. Okay. 80 jaar toch? Nee, 85. 85. Ja, 85. Ziet er goed uit voor 85 jaar. Echt waar. Oké. Okay. Arkiboom, Arkiboom. Hoe oud is uw oudste kind? 64. Uw kleinkind? 8. 8. Dat is de. Nee, de jongste is nog een baby. Is nog een baby.
Dus u... De jongste kind. Nee, nee, we praten over uw kleinkinderen. Oudste kleinkind. 33. Oké, okay, dus zie je. Zij heeft, en we gaan tot het vierde geslacht. Zij heeft een zoon van 64. Is eerste geslacht. Hoe oud is uw dochter weer? 51. Ja? 51 is eerste geslacht. Hoe oud is jouw zoon? 42. Die ene van 51, hoe oud is de dochter? 30. Dus toegeslacht drapje. Maar je ziet het. Zij is 75, 51, 30, twee geslachten. En die van 30, heeft ze al kinderen? Nee. Maar op wat tien jongens roet toch? Dat je hebt 30. Dat komt ook aan mijn kap tien. Dan baka 10 jaar zo, 20 jaar, 25 jaar heb je vierde geslacht. Dus, al ben je 85, misschien dat kind, want if idyllic me. Mij wacht die toemzielen, dat begrijp 50, 60 jaar. Als zo'n doe en lo ete. Dat wil ik je uitleggen. Ik heb laat kinderen gemaakt. En heeft mijn bed dient gado. En mijn tien heeft dient gado. Dat kan door 100 jaar. Maar dan hoe de 100 jaar voor opsa af a derde en vierde geslacht. 4 maal 40 is 160. Vier geslacht. Ja? Dus wanneer... Zij nu 85 is en misschien haar kleinste kleindochter meemaakt. Dat zonder no winnetje. If één no bedrijlibi. Maar we praten hier met gelovigen. Dus zonden die God bezoekt zijn van u tot uw kleinste nageslag. Van u tot uw kleinste nageslag. Vier geslag, 160 jaar, dat is krebba. 4 tot 160 jaar, je bent pas 63. Hoe oud ben je? 50? 51. Dat 160 jaar. Ook als zou je 100 worden. Dat is 60 jaar, dit heeft een smatik aan slag. Ik vind het draai libi. De man is moro jong, hoe 45. Ja toch? Dus, de grampje in jou na Naomi, voor ze kon de klariba. Dat is wat zonde doet. Maar ik heb goed nieuws. Utan snapu. Want mi saka atakru wan jou tok. Maar dat zijn de mensen die God niet kennen. Maar jij hebt God leren kennen. Dus ik heb plezier. U bent nu 85. Bijbelboek tot het duizendste geslacht. Tot het duizendste geslacht. Wamasambu in cijfers. Olanga. 1000 × 40 is hoeveel? 40.000 jaren nadat u niet meer leeft, is die zegen nog gaande in jouw geslacht, in jouw geslacht, in jouw geslacht, in jouw geslacht, in jouw geslacht. Stop dan naar buiten. Geel in als je zo'n grampje eet, 40.000 jaar daarna, a blessing dit. Wanneer u bij Jezus bent, vooral als ze God gaan dienen, dan loopt die zegening nog. Dus wanneer je keuze maakt, blijven jullie met me, verschillende mensen. Wanneer jullie nu keuzes maken, kunnen jullie zorgen dat of die mensen 160 jaar in Katibo zijn, je nageslacht, of je kan ervoor zorgen dat ze 40.000 jaar. En ik heb 1.000 maar genomen. Maar God kan ze bezoeken nog meer. Want als jouw kind nu zegt, ik ga God dienen. Dat is toch 1000, ik kom. Dat is toch 40.000. Dus, hoe plezier, te Jezus kom. Maar voilà, maar vind dat, boom, boom, wo, 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 wo. Hoe vind dat om de in de sani? Dat zei ik op sa. Dat is zo, boom, dan, boom, 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 om niet te doen, toch? Amen. Dus wanneer u keuzes maakt, maak die niet keuze alleen voor uzelf. Moeder, u maakt niet alleen keuze voor uzelf. Zij heeft, en wie is dit nou aan die gado eten? Maar en mek a keuze ba.
Je gaat me naast en zegt, ik en mijn huis zullen de Heer dienen. Ik en mijn huis zullen de Heer dienen. Ik en mijn huis zullen de Heer dienen. Ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Ik en mijn huis 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 zullen de Heer dienen. Wat hebben jullie gedaan? Uw huis misschien, aboy voepchete, maar in de toekomst, uw huis misschien wil God nog niet dienen. Maar u hebt al geproclameerd dat ze God zullen dienen. Uw huis misschien is nog niet op de plaats geel. Maar je hebt vandaag geproclameerd, ik, het begint bij wie? Bij wie begint het? Bij wie? Het begint bij ons. If you bidje din gado, en ik zeg, ik en wie nog meer? Mijn huis. Wij zullen de Heer. Wat denk je dat er gaat gebeuren? Vroeg of laat door draai de Libië. Want wat gaat... Een biddende moeder gehoord staat God niet. Een biddende vader niet. Kijk, als zij vinden de tang dat gado, maar je hebt ding. Maar in feite proclameert u al, ik en mijn huis naar Pastor Lont in Prikija zullen de Heer dienen. Dat dan maar meteen niet altijd. Als meisje er gewoon draai Libië. Pastor Lont, dat maar ik en mijn huis zullen mijn Heer. Zij denk op ze. Heb je een draai Libië nou? Amen. Kom maar, iedereen proclameer. Ik en mijn huis zullen de Heer dienen. Ik en mijn huis zullen de Heer dienen. Amen. U hebt het uitgesproken. Want u bent de grondlegger van uw geslacht. Hoe snap dat die babi pa, maar nu vandaag met kort de banti. Kom maar, strek je handen uit. Met dat profetisch aan ons. Ik weet dat u voorouders had. Ik weet dat u voorouders hebt. Ik weet dat u voorouders hebt. Ik weet, want toen maar snap hoe. Ik weet dat u voorouders hebt. Maar vandaag, Heer, we kort alle banti. Omdat wij en ons huis, wij zullen de Heer dienen. Wij bidden met God tegen de ongerechtigheden van onze voorvaderen. En we bidden vandaag met God dat wat wij proclameren, dat gestand zal zijn in ons huis. Onze kinderen, onze kleinkinderen, onze bedoverkleinkinderen, onze geslachten. Zolang ze leven op aarde. En omdat jullie echt hier zijn komen staan, ik profiteer voor jullie als man van God. Hoe is man van apostel? Zolang jullie geslacht op aarde zijn, als dienstknecht, zal er altijd iemand zijn die God dient. En er zal altijd iemand uit jullie geslacht. Wie is het aan de ete? Wamaningre otron priki, maar altijd. Wa umasma o sing altijd die Jezus. We proclameren abroelibi. In de naam van Jezus. Amen. Dank je wel. Dank je wel. Halleluja. Halleluja. Vandaag. Kijk, deze mensen hebben de keuze gemaakt zo net. Ja, ze zijn gekomen. Ze ook hebben gezegd, pastor, meisje, deze is even lang kom. Ja. Laten we keuzes maken. Wanneer we die keuzes maken, maken we die keuze niet alleen voor onszelf. We maken die keuzes voor onze kinderen. En vandaag wil ik u vragen. Want als ik niet om een lange prik, ik dat ik grap sametaki. U die thuis bent, ik grap sametaki. Teven im go na om pako of om tisi na om usani. En ik go tek walo kaupisi na itapu na walo agutera na asotani. De washang walo rommel. Ja toch? Of je meknep tjenya walo fadekara sani ana pemba. Ja toch? Walo pemba. Dat desdezi e hossel pemba no. Alas deze week ra pemba. Jas deki makti. Ja toch desdezi se ra pemba openlijk. Smai mota skoro. Tjinegre mota skoro. De mota imeo. De moto ja. Mesi de go bai pemba enyang. Terwe na sneke nyang pemba. Na hobia. Maar u kan dat breken vandaag in de naam van Jezus. U kan kiezen voor God. En u kan naar huis gaan. En al die dingen die daar zijn, weggooien, wegbranden.
Al die verborgen dingen. Zoals we, en zoals met takken ons maar ook zo. Zoals we opstaan in ons zo schreef, de tien ons opschreef, zo afgedreide drapen. Dan gaan we voordoen in ons zo, ik keer de tien. Maar ik schreef alle net aan de tien schreef, ik schreef, mama, hoe kan dat? Maar je tegen dat je abas aan drapen. Ik en mijn huis zullen de Heere dienen. En let wel, ik zeg dit uit respect. Als andere mensen bepaalde dingen willen dienen, mogen ze. Daar gaat het niet om bij mij. Bij gaat erom dat God mij vanmorgen gezegd heeft. Ga vandaag in de prediking. Ik weet niet wie er zou zijn of wie er niet zou zijn. Maar hij zegt, vandaag moet je keuze voor mij maken. Amen. En als u hier bent en zegt, Heere, ik ga niet meer kiezen voor andere afgoderij. Ik ga niet kiezen voor carrière. Ik ga niet kiezen voor een man. Ik ga niet kiezen voor een vrouw. Ik ga kiezen voor ons. Dan wil ik met u bidden vandaag. En apostel, als apostel van dit huis kan ik u garanderen. Als u die keuze, maar ik heb niet gezegd dat het een makkelijke reis zal zijn. Maar het zal wel een behouden aankomst zijn. Minotei, dat zeg ik niet. Maar u zal wel goed aankomen. Ja toch? Want dan is uw paspoort getekend.